En toen ben ik naar zijn deur gegaan. En ja, ik ging wel eerst 2 dagen over nadenken van hoe moet ik reageren? Wat kan ik doen en wat kan ik niet doen? En ik dacht van nee, ik kan niet die man gaan slaan. Dat is beter om dat niet te gaan doen, want daar ben je ook strafbaar voor. Dus ik dacht van oké, ik ga gewoon naar zijn deur toe. Ik expose hem, dan kan iedereen hem gewoon zien. En ja, dan ziet iedereen wat een vies mannetje het is. Ik zeg je eerlijk, mijn gevoel zat vol met adrenaline. Ook daarheen rijden en toen ik daar voor de deur kwam, mijn hart pompte wel echt gewoon hard, man. Ik zeg je, dat gevoel is gewoon niet te beschrijven. Omdat hij ook zei van, hij verwacht een meisje van 13 jaar en een haar zusje natuurlijk van 9 jaar. Hij verwacht dus 2 kleine kinderen. Heb ik aangebeld. Toen hij de deur opende, was hij half naakt, had hij alleen zijn bokser aan. En ja, toen ik dat zag, toen was wat ik nu denk, achteraf is het dom wat ik heb gedaan natuurlijk. Maar ik heb hem toen een klap verkocht. Daarvoor heb ik ook problemen gekregen later. Het ging viraal, het is door een livestream ook doorgedeeld natuurlijk. En toen dacht ik van oké, het werkt wel waar ik het over heb en wil laten zien. En dat was mijn doel. En daaruit ben ik verder gegaan weer.